Niels van het Hoenderdaal, 23 jaar. We staan in het Velodroom. Je hebt een geweldig sportjaar achter de rug. Je haalde in maart in Londen zilver op de WK op de teamsprint. Hoe kijk je daar op terug? Ja, dat was een voor mij best wel verrassend WK. We hebben daar goed naartoe gepiekt. Maar ik had niet het idee van tevoren dat ik daar ook echt goed zou zijn. En uiteindelijk heb ik daar best wel een goede tijd voor mij neergezet in de teamsprint. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in zilver. En zelfs bijna goud. Dus we zaten er heel dichtbij. En dat was zeker voor mij best wel een verrassing. Je ging naar Rio. Daar zat de medaille er helaas niet in. Nee. Maar jullie zijn jong, hè? Met het team. Wat zijn nu de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren? Ja, voor het team is dat denk ik gewoon net zo goed door blijven ontwikkelen zoals we dat eigenlijk afgelopen keren doen. En voor mij is dat vooral op de startronde van de teamsprint. Dat is iets wat ik heel mooi vind om te doen. Daar zou ik nog heel graag beter in willen worden. En voor mij ligt daar echt het focuspunt op, zo hard mogelijk starten. Ja, dat beter worden. Waar kan het nou beter dan hier in Amsterdam? En te beginnen volgende week, van 6 tot en met 11 december, 6 Day Amsterdam. Jij doet mee. Ja. Hoeveel zin heb je erin? Ja, heel veel zin. Het lijkt me hartstikke leuk. Ja, dinsdag beginnen we, dus dan is het weer 6 dagen knallen. En volgens mij zit er ook een paar keer een teamsprint tussen. Dus dat vind ik heel leuk om te doen. En wat is nou zo bijzonder aan deze baan die hier achter jou ligt? Ja, deze baan die ligt hier al, ik zou niet weten hoe lang, maar in ieder geval heel lang in. En ik ben hier ook voor het eerst gaan baanrennen. Dit is de baan waarop ik het geleerd heb. En uiteindelijk doorgegroeid ben naar redelijk hoog niveau. Dus dat is voor mij wel een speciale baan. Ja, en als de 6 Day Amsterdam klaar is, heb je nog 8 dagen om uit te rusten, bij te komen tot het Sportgala van Amsterdam. Je maakt kans op de Sportmannen van Amsterdam, Fanny. Hoe gaaf vind je dat je genomineerd bent? Ja, heel leuk. Ik had er ook helemaal geen rekening mee gehouden. En ik werd volgens mij 1,5 maand geleden gebeld erover. En ik was best wel verrast, blij verrast. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat uiteindelijk de uitkomst wordt. Dus erg leuk.